Vandaag de dag lijken we drukker te hebben dan ooit. Man en vrouw zijn allebei aan het werk. Als je kinderen hebt, dan heb je meestal te kampen met tijdproblemen. De openingstijden van diensten en voorzieningen komen vaak overeen met je eigen werktijden. Voor een bezoek aan het postkantoor, de gemeenteloketten, huisarts of apotheek moet je daarom vrijnemen. Werkende ouders of mensen die hun baan combineren met zorg voor familie of vrienden hebben een hectisch leven. Het is even spitsuur, hoor je ze steeds vaker zeggen. Gaandeweg hebben we een ander dagpatroon ontwikkeld. Dat van 9 tot 5 is verschoven naar 7 tot 7. Dat maakt de combinatie van werken en zorgen gemakkelijker. In Drenthe zijn we daar druk mee bezig. In het bijzonder de vier koplopergemeenten. De Wolden, Tinaarlo, Borgerodoorn en Emmen. Voordat de ouders van Tijn en Lotte om 9 uur aan hun werk kunnen beginnen, hebben ze een hoop taken te doen. De crèche opent de deuren al om 7:30. Ook op de basisschool is er nu voorschoolse opvang. Tijn kan om 8 uur al terecht. Om alles goed te laten lopen vandaag, worden de boodschappen voor het werk gedaan. Onze dagindeling verandert niet alleen vanwege ons werkpatroon. Een sterk groeiend aantal mensen doet aan mantelzorg. Het aantal mantelzorgers is nu 1 op de 7. Maar met de huidige vergrijzing en de hoge kosten van zorg zullen over 10 jaar 1 op de 5 mensen tijd gaan inruimen voor het zorgen voor hun ouders of naasten. Zoals je weet wordt mijn moeder een dagje ouder. Dus ik zou graag een paar dagen in de maand voor haar willen zorgen. Ja, dat kan. Daar hebben we de mogelijkheden voor. Je werkweek ziet er anders uit als je 6 uur zorg aan je ouders gaat besteden. Daarom maken werkgevers en werknemers afspraken met elkaar. Voor bijvoorbeeld meer flexibele werktijden. De gemeente Tinaarlo heeft een tevredenheidsonderzoek verricht over de openingstijden van voorzieningen. Af en toe vergaderingen die tot 6:30 duren, ja, dan kan ik hem eigenlijk niet ophalen. Wat sporten of muziekles of zo, dat ze dat in de tijd dat ze uit school komen, voordat wij ze opkomen halen, dat ze dat kunnen doen bijvoorbeeld. Sportfaciliteiten zijn zo ingericht dat ze vaak om 5 uur of 4:30 beginnen. En op het moment dat je dan werkt, dan kun je daar problemen mee krijgen. Maar dat zou s'avonds ideaal zijn. Zoals banken. Die je altijd maar overdag alleen kunt bereiken als je zelf ook aan het werk bent. Het liefst zoveel mogelijk buiten werktijd. Ik vind het eigenlijk wel fijn als alles constant open is. Voor de kapper, ja. Dat is wel handig. In de provincie Drenthe willen de koplopergemeenten hun voorzieningen zoveel mogelijk inrichten op de veranderde behoeften van de bevolking. De basisscholen richten de schooldag zo in dat het bekende tussen de middag er niet meer is. Kinderen zijn een onafgebroken dag op school, met meerdere korte pauzes, waarvan 30 minuten lunchpauze. Ouders hoeven hun werkdag hiervoor dus niet meer te onderbreken. In plaats daarvan zijn schoolkinderen wel eerder vrij. Om 2:30 middags komen ze uit de poort. Ouders, en steeds meer zijn dat 2 verdieners, zorgen dat 1 van hen dus eerder van het werk thuis is. Maar na schooltijd kan het ook anders. In toenemende mate komen in Drenthe brede scholen. De samenwerkende partijen van de brede school zorgen voor een uitgebreid palet aan activiteiten. En als kinderen buiten schooltijd worden opgevangen, dan is het efficiënt als je sportactiviteiten op dat moment kunnen plaatsvinden. Of je muziekles of kookles. In brede scholen van de gemeente Emmen, Borgerodoorn en De Wolden regelt men dat. Scholen, sportclubs en culturele instellingen trekken samen met elkaar op van 7 tot 7. Kipbouffant. Dat is kipfilet met allemaal groenten. Groentes en spekjes. En vlees. Als ik thuis kom heb ik al gegeten. Efficiënt, niet waar? Ouders en kinderen kunnen de steeds schaarsere tijd die ze samen thuis zijn nu echt met elkaar doorbrengen. Een obstakel voor 7 tot 7 is de uitgestrektheid van de Drentse provincie.
Voorzieningen kunnen hier ver uit elkaar liggen. Het Drentse platteland moet daarom inventief zijn door zaken te combineren. Multifunctionele accommodaties zijn een mooie oplossing, zoals hier in Nieuw-Buinen. Geopend van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Het combineert verschillende voorzieningen. Het dorpshuis en de bibliotheek. Er is een apotheek, een bank, een wijkondersteuningsbureau als Steunstee en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zoals men in de gemeente De Wolden zegt, wie niet dichtbij is, moet digitaal zijn. In deze uitgestrekte gemeente maken bewoners gebruik van Woldweb om elkaar te vinden in gezamenlijke belangen als carpoolen, boodschappen voor elkaar meenemen en centraal boeken lenen. Vanuit huis kun je op het tijdstip dat het jou uitkomt gemeenschapszaken regelen op het e-loket van de website van de gemeente. Diensten zoals huisvuil, parkeren en het regelen van officiële papieren en documenten wanneer jij het nodig hebt. Openbare voorzieningen doen mee met het veranderde tijdspatroon. Niet langer is het zo dat je tussen de middag het bordje gesloten aantreft op de gemeentehuisdeur van Borger Odoorn. Mensen werken nu op andere tijden. Door het nieuwe werken kiest men ervoor eerder te beginnen, langer door te werken of vanuit huis te kunnen werken. Het scheelt dan dat de supermarkt de boodschappen ook bij jou thuis kan bezorgen. Dat je ook 's avonds of zelfs zondag naar de winkel kunt. Of de apotheek in het weekend. Dat je in de gemeente Tienaarlo ook 's avonds naar de tandarts kunt. Niet alleen praktisch voor de klant, maar ook voor de eigen medewerkers van de praktijk. Ja, ik ben ook moeder, ik heb 3 kinderen. En met deze uren kan ik maandag en dinsdag samen met ze lunchen. En woensdag en donderdag haal ik ze uit school. Dus dat werkt voor de thuissituatie ook heel goed. Er ontstaan initiatieven als de avondkapper en de 24-uurscrash. Ondernemers en overheid praten met elkaar over nieuwe oplossingen. Als we alles goed met elkaar regelen, dan hebben we bereikt dat als je om 7 uur thuis bent, alles al is gedaan. Werk, school, boodschappen, noodzakelijkheden als kapper en tandarts. Je hebt na 7 tijd voor elkaar. De provincie Drenthe is met haar 4 koplopergemeenten echt op weg om de samenleving beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van de samenleving. Het leven van alle dag is aan het verschuiven. En ons actieve leven speelt zich af van 7 tot 7.